Niet normaal, deze kleuren. Het is zo geweldig mooi en lekker. Zie je trouwens die pigmentvlekken op mijn hoofd? Zoveel natuurlijker, dus heel blij. Ik ga nu naar Bolly, maar ze herkennen me niet. Bolly. Zoveel zin in. Nou, daar zijn we weer. Er is helemaal niemand. Ik heb... Goedemorgen. Ik weet helemaal niet of ik nou goed had gefilmd wat ik voor mijn verjaardag had gekregen. Maar nee. Maar ik had nog van een vriendin van H een fles wodka gekregen. Dit is een hele chille wodka. Dus daar ben ik al blij mee. Ik drink in mijn eentje niet echt. Maar wel als we gaan mixen of zo is het ideaal. En dit had ik aan de ouders van H gevraagd. Dat wilde ik dus al heel erg lang van I Am Caps. Het zijn namelijk koffiecupjes, maar het is geen koffie. Ik wilde in ieder geval super graag de matcha. Want ik ben echt obsessief met matcha. Maar ik heb ze dus allemaal gekregen. Echt heel leuk. En dit is dus echt een felroze drankje, een groene, matcha, turmeric, ginger, chai. Dat doe je dus in je koffiemachine en dan krijg je dus zo'n drankje eruit. Dus ik ben heel benieuwd, ik ga zo naar huis en dan ga ik het zeker testen. En van Lot, zo lief, heb ik een waardebon van 30 euro gekregen van Sissy Boy. Ik zei dat ik die webshop gewoon, of die winkel gewoon zo leuk vind. En nou ja, omdat het gewoon lastig is om iets uit te kiezen voor een ander, heeft ze me deze gegeven en dan ga ik iets moois uitzoeken. En dan weet ik dat het van haar was. Super lief. Ik heb verder natuurlijk niet echt een feestje gegeven. Dus dit waren volgens mij de cadeaus. Zo, hi. Ik ben verrot vandaag. Ik ga weer even richting huis. Wel kort, maar wel lekker. Ik film dus voor 2 video's die niet de vlog zijn. En daarom heb ik vet weinig beelden. Maar goed, dat komt allemaal later. Allemaal extra video's, dus dat is leuk. En ik heb eventjes een cold brew amandelmelk gehaald. Een kleintje. Ik zou naar mijn ouders gaan en mijn oma, maar ik... Ik was echt moe en ik had er helemaal geen zin in. Maar nu dacht ik, hey, ik moet nog wat ophalen bij het WFC groothandel. Truitjes en shirtjes die ik had besteld. Dus laat ik die even ophalen, dat is soort van op de route. En dan ga ik daar nog heel even rondkijken. Dan heb ik toch nog iets leuks vandaag. Maar soms heb ik gewoon geen kracht voor sociale dingen. Wel voor andere dingen. Herkennen jullie dat? Ja. En sociale dus, dingen word je toch moe. Het oplossen van. Als je allemaal bent ook. En van bijvoorbeeld naar een groothandel gaan, krijg ik juist weer energie, nieuwe energie. Dus... Zo kom ik dus thuis. Het is echt, het lijken soms wel 2 werelden waarin ik leef. Serieus. Het valt nog mee, maar dan ben ik thuis en heb ik weer helemaal mijn eigen spullen. En ook al is het echt een zooi. Helemaal zin om hier dan mijn huis te gaan opruimen en zo. En bij haar ben ik altijd super lui, alsof ik op vakantie ben. Bolly komt nooit meer terug daar, jongens. Ik heb er in mijn vlog trouwens niet zoveel over gezegd. Maar ik heb heel veel op Instagram geplaatst onder de highlight by Bolly. Dus daar kan je kijken. Ook hoe het met Bolly gaat, allemaal filmpjes en zo. Ik heb heel veel gehuild. Maar nu gaat het. Deze trui, ik ben helemaal geobsedeerd. Ik zag hem en ik moest hem kopen voor de webshop. Ik was helemaal verliefd. Zo verliefd. Nu denk ik echt, ik heb hem dus niet gepast. Maar ik dacht, dit moet ik hebben. Nu wil ik eigenlijk meer kleuren. Meer stuks kopen. Ik ben helemaal geobsedeerd met ballonmouwen. Het is de lekkerste, zachtste. Het ziet eruit alsof het een wollen trui is. Hij heeft wel mohair erin. Mohair. Maar hij is ontzettend zacht. Oh my god, dit is zo geweldig. Hij is dus kort, maar dat eigenlijk tegenwoordig draag ik dat best wel vaak in een broek. Kijk, hij is zo. En dan poft hij lekker op. Nou, dit is... Oh, en hier een ketting. Ja, ik wou dat jullie konden voelen. Het is gewoon super, super zacht. En het ziet eruit alsof het gewoon helemaal zo'n kriebeltrui is. Niet normaal. Ik ben helemaal blij. Kijk. Ik heb er 4. 1 van mezelf. 3 bruine en 3 grijze, als het goed is. Ja. Ja, ik durf nooit meer te kopen, want je weet maar nooit of jullie er net zoveel van houden als ik. Maar niet normaal geweldig. Nou, deze gaat dus mooi mijn eigen kast in. Ik vind het echt fantastisch. Dit is de grijze, die vind ik ook heel leuk hoor eigenlijk. Maar ja, ik kan ze niet allemaal gaan houden, denk ik. Oh, dit is wel echt helemaal mij. Ik ben altijd zo blij, want het is zo moeilijk om leuke dingen te vinden voor de webshop. En dit is echt iets wat ik zelf gewoon zou bestellen. Helemaal Charlotte. Ik ga nog even de bruine passen. Ik wil sowieso de roze, maar ik wil eigenlijk ook deze. Ook geweldig. Ik heb serieus nog nooit een trui gezien die dus wol eruit ziet, maar niet kriebelt. Oh, ik heb een ketting om. Letterlijk nog nooit. Oh my god, dit is mooi. Zo leuk. Heel leuk. Deze. En dus de blauwe. Helemaal tof. In de surprise boxes. Oh, how lovely. How lovely. Bloesjes. Ook nieuw. Tof t-shirt. Heel leuk nieuwe trui. Vergeet het te laten zien. Ook een beetje cropped. En de prachtige. Niet normaal deze kleuren. Prachtige trui, ja. Leuk jongens. Oh,
Ik kan niet wachten tot ik meer ruimte heb om meer met mijn webshop te doen. Oké, als toetje. Zin in. Ik ga wel gewoon als eerste voor de matcha. Want de matcha is de reden dat ik heb besteld. Dit lijkt zo erg gesponsord, maar dat is het absoluut niet. Dit is wel zoiets waarvan ik gewoon weet dat heel veel van jullie dit nu ook waarschijnlijk gaan bestellen. Omdat het echt geweldig gaat zijn. Oh my god. Oh, het moest een small shot zijn. Sowieso. En dan kan je dus... Oh, je kan zelf melk toevoegen. Oh, wow. Dus dit is echt een soort van espresso. Zit er nog niet met melk. Huh? Oh joh, dit is gewoon echt matcha met water. En als je het dus romig wil maken, moet er dus melk bij. Huh? Dat had ik echt niet verwacht. Wel goed, want ik was al bang dat het koemelk was. Ik ben benieuwd of je hem nog goed proeft. Ja, deze smaak is best geconcentreerd, maar ik heb nu dus de grote stand gedaan. Maar je zag dat er uiteindelijk best veel water uitkwam. Dus je moet de kleine stand. Oké, in ieder geval, het lijkt heel veel verschillende opties, maar het is in principe gewoon... Dit is je koffie en dan is dat je melk. Dus in plaats van koffie drink je matcha. Ik dacht dat er in één keer een drankje uitkwam. Oké, grappig. Nou, even wachten op de melk. Maar wel weer een voordeel wat ik zeg, dat je je eigen melk kan kiezen. En dat je hem gewoon een beetje zelf kan maken. Dit ziet er wel heel lekker uit. Mm-hmm. En hij is ook niet gezoet. Dat is ook wel heel fijn. Dus het is volgens mij echt matcha met water. Nu zie je dat hij niet zo sterk is. Ik ben wel heel eerlijk. Ik vind het tot nu toe wel tegenvallen. Want nu smaakt het naar slappe matcha met geen smaak. Dus ik hou niet zo van zoet. Maar nu is het echt nul zoet. En te weinig matcha, dus er moet eigenlijk nog minder melk in. En dan heb je gewoon een sterke matcha smaak. En als je hem dan zoekt, nou oké, je kunt het wel helemaal maken hoe je wil, maar je hebt wel weinig. Want dit is eigenlijk te erg verdund. Maar dan denk ik, wat is dan het voordeel van dit in vergelijking met een potje matcha poeder? Met water doen en melk. Of gewoon dit met melk. Dan is dat met potje lekkerder, alleen dat... Geeft altijd klontjes en zo. Dus tuurlijk, het is wel handig. Maar ik ben nog niet 100% overtuigd. Maar als ik de volgende keer ga testen, zal ik het even weer laten weten. En misschien word ik er steeds beter in. Het is zeker gewoon leuk en lekker. Maar nog niet zo geweldig als ik had verwacht. Wel tof dat het dus gewoon 100% matcha is. Matcha, je voegt zelf water toe in je apparaat. En dan doe je er melk bij. Dus het is wel heel puur. Dan ben ik toch ook wel meteen benieuwd naar dit. Want dit is natuurlijk geen natuurlijk iets. Chai, dat bestaat niet. Dat is een mengel. Black tea, cinnamon, lemongrass, ginger, cardamom. Ook geen suiker. Zo, het ruikt heel lekker. Klein beetje nog. Dat je wat lichter van kleur wordt. Zo. Het ruikt heel gekruid. Ik ga hem even puur proeven. Sowieso, het idee vind ik heel leuk bedacht hoor. Dat sowieso. Oh, hele sterke kaneelthee. Ja, je moet toch niet dat beetje water erbij doen. Niet eigenwijs zijn, want dat smaakt inderdaad waterig. Maar jeetje, wat is dit gekruid? Ik kan me niet voorstellen dat je dit... Is het dan gewoon heel gezond of zo als je het puur gaat drinken? Want het is niet lekker puur. En ik hou echt wel van sterke, niet zoete smaken, wat ik zeg. Ik ben echt niet zo'n zoete kuil. Ik weet het niet. Ik maak zo vaak een zakje chai tea met water en melk. En dat vind ik heel eerlijk gezegd lekkerder dan dit. En je hebt ook natuurlijk van die chai tea zakjes in de toko en zo met heel veel suiker erdoor. Dat doet mij niks, dus ik hou van dit pure. Ja. Ik vind dat je het gewoon heel erg op smaak moet brengen. Hier zou je een klein beetje iets zoets aan toe willen voegen. En dan vind ik het eigenlijk meer werk dan gewoon een kop thee met melk zetten. En dat heb ik ook met die matcha. Toch denk ik dat ik dit sneller zou gebruiken. Want het is leuk en het is wel makkelijk in je apparaat. Maar je betaalt er wel weer voor. Aan de andere kant. Dit was volgens mij €28 voor 5 doosjes. Volgens mij is het €6 per doosje normaal. Dus ik ben altijd van hele lange reviews. Maar wat vinden jullie? De kleuren zijn heel tof. Ja, ik hou niet echt van felle kleuren. Dus ik vind het niet mooi. Ik vind dit veel mooier. Maar het is wel gewoon vet. Dus die ginger is die gele. Ik wou even kijken naar de kleuren. Die ga ik dan later deze week proeven. En die bieten ziet er denk ik heel cool uit. Allemaal heel fel. En we hebben nog turmeric. Dat is heel gezond. Dus ik vraag me af van ja. Zijn die matcha, turmeric, ginger, biet. Is dat gewoon echt super gezond voor je? Chai weet ik niet, maar het is een soort van healthy shot.
Dat weet ik niet. Dat moet ik nog even inlezen. Dit is de turmeric. Nou, ik vind het helemaal leuk om sowieso om dit te testen. En ik ben gewoon vet blij dat ik het heb gekregen, want ik wilde het al heel lang. Ben ik weer. Ik wil er toch nog één proberen. Ik hou niet zo van bieten. Ik hou echt alleen van bietjes in een soort bietensalade met dressing. Verder ben ik niet zo'n fan. Dus ik ben echt benieuwd naar die. Het is gewoon bietensap. Ja, dit is gewoon bietensap. Heftig. Ja, ik ben echt door sapkuur haat ik echt bieten. Ja, 100% beetroot. Door die sapkuren. Oh, die geur. Oh, dit is niks voor mij. Oh, wat heftig. Oké, niet meer erbij. Vanille siroopje zou hier super lekker bij zijn. Kijk, hier krijg je wel echt dat wat je op Instagram ziet en zo. Gewoon echt een roze drankje. Dus dit is wel heel vet. Dit is serieus echt wel lekker. En goed schuimlaagje zit erop. Dit is wel vet. En dit is denk ik ook wel echt heel leuk als je geen koffie drinkt. Je hebt toch een soort van zoete espresso gevoel. Ik vind het de lekkerste. Deze vind ik heel chill. Een zoet koffietje zonder koffie. Lekker. Echt. Oké, ik ben echt definitief obsessed. Als je dit op je terras gaat verkopen. Jongens, heb je een restaurant? Tip, ga dit verkopen alsjeblieft. Het is echt... Iedereen gaat komen. Het is zo geweldig, mooi en lekker. En ik heb nu nog niet geroerd. Hallo. Oké, nu gaat het uit om te kletsen. Ik ga naar de kapper. Ik heb heel snel mijn cupje opgedaan. Dit moet ik jullie ook nog laten zien. Ik heb nieuwe sieraden binnen. Ik ben nog aan het ontbijten. En ik moet er nu zijn, maar het is een half minuut lopen. De nieuwe trui is echt geweldig. Ik ga een paar hele kleine highlightjes bij laten zetten. Ik zie je zo. Lig je goed? Yo. Even kijkers trekken met je ogen. Nou. Zou ik geen koffie zetten? Hoezo? Zet geen volle zaal. Hier, kijk. Dat is wel leuk om te zien als het uit wordt gehaald. Ja. Pas op dat je geen tranen over krijgt. Nee. Zie je trouwens die pigmentvlek op mijn hoofd? Heel erg. Waar is het van gekomen? Ja, de dokter zegt door de pil, dus ik ben nu gestopt met de pil. Als je altijd met de pil hebt, dan ga je er weer vandaan komen. Maar ga je dan een spiraal nemen zonder hormonen? Nu eventjes vast, want ik heb net foto's gemaakt van alle nieuwe sieraden die ik heb gekocht. Oh, dat zei ik net. Kijk, dat is echt heel leuk. En als het succes wordt, dan komen er nog meer varianten. Ik vind het echt geweldig. Zo anders dan wat ik nu op de site heb. En met mijn haar ben ik echt heel erg blij. Ik zei dat ik eigenlijk baby lights wilde, want ik weet niet of ik zo blond wil blijven per se, omdat ik merk dat mijn haar er gewoon heel erg dood van gaat. En dat ik echt een derde haar heb van wat ik vroeger had. Voor wie me al langer volgt, die weet dat. Maar het kan ook komen doordat ik het zelf zo extreem heb geblondeerd. Dus ik wil nu gewoon elke keer regelmatig, want ik was er 2 maanden terug nog, gewoon steeds een beetje babylights erin zetten. Om het een beetje bij te houden en dan kijken hoe het wordt. Want de kleur is natuurlijk gewoon eigenlijk super goed gelukt. En dat heb ik helemaal zelf gedaan. Maar als zij 1 keer die plukje zet, is het meteen de koele tint waar ik super lang over heb gedaan. Weet je wel. Dus ik ga het even laten zien. Het was trouwens 93,50 kwijt. Dus het is wel prijzig, maar wel goed. Ik weet niet of dat prijzig is eigenlijk, maar het is geknipt, gefeund. Nou, volgens mij is het trouwens helemaal niet zo prijzig, want er zaten best wel wat folies in. En je ziet hoe subtiel, dat is precies wat ik wilde. Vorige keer had ik echt best wel heftige highlights, dus zeg als je ook wil dat het babylights zijn. Want kijk, zoveel natuurlijker, dus heel blij. Hiermee ben ik ook echt heel blij. Ik vind het helemaal geweldig, het weegt dus helemaal niks. En ja, mijn haar voelt echt... heel lekker fresh. Het was niet eens nodig om naar het kapper te gaan. Maar als je dan bent geweest. Top. Ik zie er nu echt heel mooi uit. Ik ben ook best wel heel erg moe. Dat is veel te veel wakker. Ja, dus ik heb fotootjes gemaakt van de oorbellen in mijn oor. Die ga ik nu op de site zetten. Helemaal zin in. Hoop dat, dat jullie het ook leuk vinden. Je weet maar nooit. En ik ga nu matcha latte maken met die goede amandelmelk. Jongens, ik ben helemaal verliefd. Geweldig. Lukt me alleen dus nu niet. Oh, deze nagels zijn ook geweldig. Om dit een foto van te maken, dat is zo moeilijk om mezelf te doen. Lekker. Ik merk echt dat ik vaak eerst kritisch ben en daarna fan. Cheers. Ja, deze blijft echt waterig. Serieus. Deze zou ik dus niet nog een keer kopen. Niet geconcentreerd genoeg. Wel lekker, maar echt waterig. Of je moet hem dus al eerder uitzetten, maar dan heb je echt maar 20 milliliter.
Want het is lekker, maar je proeft bijna geen matcha. Oh, en dit is de trui. Had ik het laten zien? Zie jij, het is echt de perfecte. Ja, ik vind het heerlijk. Laatst draag ik dingen in mijn broek. Als je niet zo'n hele lap trui in je broek hebt. Ik vind dat helemaal perfect. Dus je kunt hem zo net in je broek stoppen. Maar je kan hem dus ook gewoon los doen. En dan heb je helemaal niks in je broek. Ja, mocht je dus houden van dingen in je broek. Vroeger haatte ik dat, voor wie mij al wat langer kent. Vond ik verschrikkelijk. Maar mocht je dat dus wel leuk vinden, is dit de perfecte trui. Heel erg geweldig. En het is een one size. Ja, ik heb op dit moment denk ik maat XL. L? L. Zo valt hij bij mij. En ik heb niet hele grote borsten. Qua mouw is hij zo. Zo leuk. En van achter zit hij dus zo. Ja, ik ben er heel blij mee. Ik voel me zo leuk in deze trui. Ik vind het echt fantastisch. Hallo, ik heb nog een heel paar leuke oorbellen. Die was ik helemaal vergeten. Zo leuk. Die staan nog niet op de website, nu waarschijnlijk wel. En ik heb dus ook deze trui gehouden en ik ben dus nog steeds obsessief met deze ketting. Ik ga nu naar mijn ouders, ik ben bijna een uur te laat, maar ik ben zo druk. Als ik dan weer in mijn eigen huis ben, vind ik het zo heerlijk om weer lekker te werken aan mijn YouTube en mijn webshop. En er ging wat mis met YouTube, dus dat moest ik opnieuw doen. Ik zou er 2:30 zijn en het is nu kwart over 3. En ik zou om 5:00 bij oma zijn. En dan met haar sushi eten en dingen voor haar verjaardag plannen in september, als het allemaal door kan gaan. En daarna nog naar haar. Dus het is druk, want ik heb zin om lekker lang bij mijn ouders te blijven, maar dat lukt helaas niet. En ik ga Wolly zien en daar heb ik zoveel zin in. Ik ga nu naar Wolly, maar ze herkent me niet. Ze reageert niet op me. Wolly! Liefje! Oh my god, serieus? Wolly! Ze komt niet mee naar me toe. Wat is dat nou? Ik dacht, het gaat helemaal door, helemaal naar me toe springen. Nee. Hallo. Je hoeft niet mee, je mag hier lekker blijven, Wolly. Waar is de sleutel? Janneke aan de staart trekken. Oh my god, ik ken het niet meer. Is het Wolly? Janneke ging aan de staart trekken. Hey. Wolly. Is dat een goed teken, Wolly? Wolly. Als die valt nu helemaal in je handen of zo, want het juist niet leuk. Je hebt gezien hoe fijn het allemaal vindt. Ja, weet je, maar ze is zo ja. Ja, dat is slim. Ze wil best omrijden. Wolly, ik ben eigenlijk je moeder, maar oké. Nou, Wolly die doet alsof ze me niet herkent. Als ik dit doe, doet ze bijten. Dus je merkt wel dat ze nog wel een tamme vogel is geweest, als in ze fladdert niet weg. Maar ik werd echt eenmaal van binnen, maar ik ga het niet toelaten, het gevoel. Ik ga nu niet weer huilen. Ik heb vet veel gehuild om Wolly. Niet normaal. Maar ja, beter. Voor haar is het beter dat ze me nu al niet meer mist, maar voor mij is het wel een beetje raar. Toch? Het is een dier wat bij zijn eigen soort mag. Ja, ik hoop dus dat ze nu super gelukkig is. Maar kijk die vlog. Waarin ik zeg stoppen met de pil, die titel, 2 vlogs terug denk ik. Daar zie je dat ik weer thuis kwam na een week dat hij bij haar was, dat ze bij haar was. En dan was ze helemaal dol om mij te zien en nu boeit ze er helemaal niks meer. Ja, het zal ook wel boeien. Nee, nul reactie. We deden altijd zo, reageert ze niet op. Of reageert ze ook niet op, ze reageert helemaal op niks. Nou, als ze maar gelukkig is, is het maar wel raar. Te lang nog, hè? Oh, dit is ook lekker. Is het met honing? Ja, gewoon die hele neutrale geur is dat. Honing uit Ethiopië. Ik vind het juist niet zo lekker, maar jij meestal wel gewoon neutraal. Ja, ik smeer al die dingen op. Lekker. Dit is zo lekker. Ik heb ook best wel momenteel een uitgedroogd voetje. Kijk, normaal geef ik mama altijd dingen die ik heb liggen, die ik heb gekregen. Dat vindt ze heel lekker, maar ik dacht ik haal ook even iets anders bij. Dus deze had ik laatst op de fiets in Meidenberg gekocht. Dat is boterbabbelaarlikeur. Erg lekker lijkt me dat. Echt leuk. En dit hadden met de kinderen. Favoriete smaken. Voor moederdag, dus ook voor mijn moeder. En deze hadden we laatst voor het afscheid van een collega. Daar had ik een extra flesje voor besteld voor mama. Echt leuk. Cute, hè? Was je vergeten dat het morgen moederdag was? Mensen op Instagram zijn helemaal aan het meeleven, hè? Van, oh, yes, yes. Ja, ik had gekozen voor het komende groep, maar er waren echt maar 15% van maximaal. Ja. Hi, Dick. Jouw filmpjes waren super scherp, man.
Maar eigenlijk, iedereen zegt dat die man wel een beetje moet gaan jagen, want Bolly moet al het werk doen. Nee hoor. Hi. Bol. Niet zo lekker? Nee. Oh, welke is het? Oh. Die bij overheden de aanbieding was. Oh, fiets erop. Niet zo lekker. Oma trakteert op heerlijke sushi van de beste tent ooit, zegt ze. En zegt mijn nichtje. Ik heb een handroll met zalm en oma met paling. Oma heeft zeewiersalade. We hebben allebei sashimi. Deze met tonijn. En dit heb ik er nog bij. Nou, dat was super gezellig. Het is inmiddels al 7:30. Dat is wel laat. Ik ben nooit echt laat bij oma, maar dat is top. Dan ben ik 9:30 bij haar en dan even chillen. Lekker op tijd naar bed. En dan gaan we morgen richting Zeeland naar de camping. Zin in. Mooi licht dit. Hi. Mocht je trouwens afvragen hoe het gaat met mijn darmklachten. Het gaat nog steeds eigenlijk super slecht. Ik zeg er niet meer zo vaak iets over, maar ik heb nu contact met Yvonne van Haastrecht, orthomoleculair arts. Dat heb ik op Instagram. Yvonne van Haastrecht heet ze daar. En zij heeft de samenwerking voorgesteld. Dus ik heb van haar een darmen-e-book gekregen en nu ook haar nieuwe mini-e-book. En ik krijg maandag een vingerprikjes-test opgestuurd. Dus ik heb een vragenlijst ingevuld en zo. En dan gaan we, naar aanleiding van mijn klachten, mijn vragenlijst, gaan we samen daar naar kijken. Zij gaat naar kijken en dan samen met mij. En dan ga ik dus die vingerprik doen om te kijken wat daaruit komt. En ik ben zo benieuwd, want ik heb nu wat sushi gegeten en echt niet zoveel. Wat je net zag, ja, dat was met z'n tweeën, dat viel echt wel mee. Maar ik heb zo'n opgeblazen buik en echt zoveel buikpijn. En ik word er eigenlijk echt niet goed van. Maar ik heb nu dus ook mega veel hormonale klachten sinds ik ben gestopt met de pil. Ik word niet ongesteld. Ik heb dus die pigmentvlek, ik schommel heel erg met mijn gewicht. Nou, schommel niet, ik kom extreem aan. Ik ben echt heel erg veel aangekomen, dat heb je misschien wel gezien. Dat zie je ook aan mijn gezicht, maar aan alles. Iedereen begint het nu ook te zien en dan baal ik van. Mijn gewicht is natuurlijk altijd al een dingetje, maar ik geloof wel dat het weer goed komt. Maar nou ja, ik ben benieuwd wanneer ik weer ongesteld ga worden. Ik ben overmorgen 3 weken gestopt met de pil, dus dat is nog heel erg kort. Trouwens, hoe leuk. Dit is dus allebei van mijn webshop. Dit zijn die luxere, dat is deze ketting van Ala Collection met echt goud. En dit zijn, deze kost een tientje. Deze is volgens mij 19 euro en deze is 39, stap reiziger. Maar ja, voor ieder wat wils. Anyhow, de pigmentvlekken zijn nu iets minder erg omdat ik nu niet zo van de zon heb gezeten. Maar ik zie er moe uit. Ik ga straks lekker in bad bij H&M. Lekker zorgen dat ik morgen fit ben op de camping en natuurlijk ook weer bijna werken. 2 days en dan is de vakantie voorbij. Ik ben altijd trouwens moer in de vakantie dan als ik werk, omdat ik in de vakantie gewoon altijd veel te druk doe en te weinig slaap. Als ik vrijheid heb, dan ga ik, wat ik zeg, gisteren de hele dag aan mijn webshop. En in de avond laat video's bewerken. Een nieuwe serie beginnen. En zo. Dan ben ik altijd zo druk. Wat ik echt geweldig vind. Maar als ik werk, dan leef ik eigenlijk veel regelmatiger. Dus werk is goed voor mij. Wie heeft dat trouwens ook? Daar ben ik wel benieuwd naar. Trouwens, het is wel even... Wat betreft Bolly, hè? Ze reageerde gewoon niet op mij. Ze schrok ook niet, maar het was gewoon totaal niet bijzonder. Alsof we elkaar nooit gekend hebben. Ik deed zo. Geen reactie zo. Geen reactie. Nou, mijn hart brak. Ik kon echt wel janken. Ik dacht, hou het in. En toen ik wegliep, dacht ik, nou prima Bol, doei. Weet je, een beetje zo. Dat is natuurlijk een beetje een schildhouding. Maar ja, het is veel beter, want... Dan mist Bol mij niet. En dat is waar ik me schuldig over voelde. Kijk, dat ik Bol mis, oké. Okay. Voor mij het enige voordeel is dat Bol het huis niet sloopt en niet overal poept. Maar verder deed ik het vooral ook voor Bol zelf. Omdat ze gewoon in de natuur hoort, maar, of met haar soortgenoten hoort. Maar ik dacht wel sowieso van de week voelde ik me heel erg schuldig. Ik dacht, wow, ze vliegt natuurlijk gewoon altijd los. Hè? Ze mag altijd los. Alleen tijdens het slapen is ze eigenlijk in de kooi. Tot ik weer wakker word. Ze is de hele dag los, beneden, ze is boven, ze doucht bij me, ze drinkt sapjes, ze doet alles. Ze heeft natuurlijk een heel luxe leven, ze heeft alleen geen partner van haar eigen soort. Toen dacht ik ineens, oh, dan voelt ze zich daar heel eenzaam, krijgt ze helemaal geen contact met andere parkietjes.
zit ze daar in een hok. Maar ja, ze vond het wel prima. En ze is nu ook een beetje aan het bonden met die blauwe man. Waarvan ik wel iets heb van, jeetje, wat een loser. Die zoekt echt totaal geen contact met Bolly. Dus Bolly moet altijd initiatief nemen. Maar goed, we zitten in 2021. En de vrouwen mogen ook initiatief nemen. Maar dat ik echt denk, oh, ik zou nooit op die parkiet vallen als ik Bolly was. Echt zo'n man die maar een beetje zit af te wachten. Maar goed, ik denk niet dat Bol zo deed omdat ze boos is van je laat me hier achter. Mama dacht dat ze het misschien deed omdat ze iets had van ik wil niet mee. Dus ik doe alsof ik je niet ken. Maar misschien mindset zit ineens ergens anders. Was 5 dagen, hè? Maar ze zit ineens waar ze hoort en ineens ben ik niet meer boeiend of zo. Maar het brak echt mijn hart. En ik heb zoveel gehuild en ik moest net weer bijna huilen. Maar ik dacht, nee, nu is het klaar. Als ze maar gelukkig is, heb ik mijn haar laten zien. Het is echt zo mooi geverfd. Ik heb het al in de staart. Want altijd als ik wat steviger ben geworden, dan vind ik het fijner om mijn haar vast te dragen. Want dan heb ik altijd zo'n bolle toet. Maar goed. Everything will be alright. Ik heb trouwens ook geconcludeerd dat mijn lippen ineens dunner zijn geworden. Dus collageenafname. Ik begin gewoon echt oud te worden, heb ik het idee. Ik zweer het. Er zijn zoveel rare dingen met mij aan de hand. Maar goed. Even die pil afwachten. Nogmaals, ben jij ook gestopt met de pil? Deel alsjeblieft je ervaringen hier. Want ik krijg meestal alleen de vraag van, deel jij jouw ervaring? Ja, ik deel mijn ervaring. Maar heb jij een ervaring? Deel het alsjeblieft met mij. En ik slikte dus de Microgynon 20. Dus best wel een lichte pil. Maar ik merk al van alles. Dus, en ik ben zo blij met deze oorbellen. Het maakt je echt zoveel leuker. Heel leuk. Ja. Hallo. Wij zijn in Burghaamsteden, Zeeland. Want we gaan 1 nachtje weer kamperen. Wat ik vorige keer ook had gedaan. Net als titel had ik toen iets van kamperen met date en zijn familie of zo. Toen was het nog een beetje met date. We gaan dus weer in zo'nzelfde huisje. Ga jij daarheen? Oké, chill. En we hebben net een boodschap gehaald. We zijn al 2 uur onderweg. Moederdag cadeautjes nog voor zijn moeder. Heel leuk. Allemaal iets van een soort van hype, een soort van limoncello. Maar dan een granaatappel van de streek hier. En ik heb een siroop van hier. Dat vind ik altijd wel heel erg leuk. Ik laat zien, want hij is toch wel eventjes bezig. En de regen is gestopt en het begint een beetje zo'n Surinaams temperatuurtje te worden. Zo warm en broeierig, maar het is wel slecht weer. Super grappig dat het zo slecht weer is om dat te gaan kamperen. Kijk, dit. Hier bij de Albert Heijn in Burghaamsteden. Ik heb deze. Oh, dat is het lieve mama, maar het zag ik niet mijn moeder. Maar goed, het ziet er super leuk uit, toch? Siroop van zwarte bes, lavendel en roos. Hij heeft dus ook heel leuk. Dit. Met een glas erbij. Dat is toch prachtig? Nou, dat gaat ze echt heel leuk vinden. En verder hebben we dekbed mee. Wat vlees gekocht. Ik heb kip en vegetarisch vlees. En dat soort dingen. Nou, daar zijn we weer. We zitten één. Vorige keer hadden we huisje 2 en nu huisje 3. Het is precies hetzelfde. Het is zo ontzettend chill. Ik vind het nog chiller dan de vorige keer. Terwijl het hetzelfde is. Want we hebben een verwarming. We hebben lekker kapstokjes. Dat vind ik ook geweldig. Hier heel veel ruimte. Er zou zelfs nog iemand hier kunnen slapen. Bed, wc, keuken. Lekker koelkastje. Nou, dit is toch top. Hier kan je echt makkelijk lang verblijven ook. Wij vinden het ideaal omdat er maar een nachtje zijn. En hoef je niet een tent op te zetten en het is slecht weer. Maar voor langere tijd is dit ook echt super. Oh, we hadden geen kussen mee hoeven nemen. Maar ik vind altijd een eigen kussen wel lekkerder. Jongens, dit is niet normaal. We gingen een beetje laat slapen. 5 uur of zo. We moesten om 11 uur eruit, dus nu. Maar het is echt een soort van paradijsje. Ik weet niet wat het is, maar de zon schijnt. De vogeltjes fluiten. Het is super rustig. Moet je even kijken. Er is helemaal niemand. Het is echt zo chill. Ik loop er zo bij om naar de douches te lopen. Maar we gaan hier gewoon nog even lekker ontbijten. Het is echt geweldig. Bizar. We zijn dus in Burghaamsteden op camping De Duinhoeve. Hier nog een ontbijtje. Heerlijk, hoor. Lekker yoghurtje. Broodjes. Frambozen. Het is echt een vakantiegevoel. Nu baal ik zo erg dat we weer 1 dag hier zijn. Maar ja, het is ook nu alleen mooi weer. Voel even deze rust. Zie ik lekkere frambozen. Wow. Lekker douchen. Ik heb lekker grote.
Wij zijn aan het midget golven. Olé. Heel chill. Oh yeah. Staat nu in beeld. Eetjes. Ik heb dit gekocht en ik vind het echt niet lekker. Dat zou ik even zeggen. Ik ga deze testen. Ik vind het altijd raar dat ze het zo vlezig nadoen. Waarom? Super goed. Ik heb een vegetarische. Wel lekker, maar het is geen rib. Ik weet niet hoe dat smaakt. Het is per rib eigenlijk. Ik eet dat nooit. Het is heel lang geleden. Volgens mij. Het is puur dat sausje wat ze nadoen. Het lijkt als natuurlijk niet op spare rib. Het is hartstikke lekker. Dag hondjes. Nou, het is lekker. Maar is niet al het vegetarisch vlees zo? Oh, dat vind ik vies dat ze die draadjes nadoen van vlees, want die vind ik juist zo vies. Ja. Die witte stukken, die doen ze na. Ja. Deze vind ik niet zo lekker. Het smaakt naar een babyhapje met een laagje olie doorheen. Het is wel prima, maar ik zou hem niet nog een keer kopen. Zo, we zijn thuis. Niet normaal kapot. Ik heb allemaal elkaar eraf gepeukt terwijl ik aan het rijden was. Het was bijna anderhalf uur rijden. Het was echt super leuk, maar natuurlijk vet kort. Dus nu ben ik helemaal verrot. Ik voel me smerig. Haast nu aan het douchen. En dan ga ik lekker in bad. Met de handmade stil. Een beetje kater. Veel te kort slapen. Camping. Het was zo leuk. Maar het is jammer dat we zo kort hadden. Maar het was heel leuk. Ik blijf nu lekker hier. En dan rijd ik morgenochtend weer naar mijn werk. Dus. Toppie. En het was echt zo lekker gaan slapen vanavond.